Lieve mensen, welkom bij de nieuwe Rijk Keek op de Week. Een hele mooie, fantastische week hebben we achter de rug. Met veel leuke dingen. Om een voorbeeld te noemen, we hebben Sjoerd van Middels op bezoek gehad. Bekend van Autovisie. We hebben Autotop.nl op bezoek gehad. Die hebben een rit gemaakt met de F430. Daar worden 3 filmpjes van gepost. Om een idee te geven, Autotop.nl, die hebben een YouTube kanaal met 1,8 miljoen abonnees, dus dat is geen kleintje. Don de Jong hebben we op bezoek gehad, samen met Mees Dix. En dat is een beetje uit de hand gelopen op de, in ieder geval de avond van tevoren. Verder was het wel erg gezellig, moet ik zeggen. Don heeft een dag bij ons stage gelopen, heeft vooral een beurt uitgevoerd aan zijn eigen auto. Dus erg veel gelachen, erg leuke week geweest, maar daardoor is het wel een hele lange Keek op de Week geworden. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 53. We beginnen deze maandag met het stralen met walnootgranulaat van deze 335. En dan zullen jullie zo zien, dat is zeker geen overbodig luxe. We hebben nu de eerste slinder gedaan. En dan laten we jullie zo meteen even zien. Het verschil tussen een gestraalde slinder en het verschil tussen een niet gestraalde slinder. We gaan even wat dichterbij met de camera. Deze is dus niet gestraald. Dan zie je flinke aanslag zitten. Flink verkoold. En de eerste hebben we zojuist gestraald. Zwart logo op de Audi S4 geplakt. Verder zijn we nog wat andere dingen op sporen gekomen. Hebben we al laten zien. De nokas van de 335 is tevens ingelopen. Dit allemaal door slecht onderhoud. In de behuizing ingelopen, de nokas is ingelopen. Dit alles moet vervangen worden. De stoter stond al op de nominatie om vervangen te worden. Motorstoring bij deze Audi A1 is opgelost. Wordt vanavond opgehaald. Deze eigenaar heeft wellicht nog interesse in de Cayenne Turbo. Onder Horen op bezoek voor het plaatsen van een Miltec uitlaatsysteem met carbon eindtips. Ford Fiesta ST in een hele gave kleur. Hier zullen we nog even het oude systeem laten zien. Heeft zijn beste tijd gehad. Ondertussen is het systeem gemonteerd. Carbon eindtips. Prachtig gezicht. Uiteraard hebben we ook veel mooier afgesteld dan de originele hing. Zoals de originele hing. Mooi vol geluid erin. De klant is super blij. En dan gaat hij weer terug richting Horen. Een anderhalf uur genieten van zijn nieuwe uitlaat. Audi RS3. Sedan hangt nu aan de Dynamic Flush machine. Ook deze krijgt de interne motorreiniging van Dynamic Flush. Daar komt hij aan. Ex Audi R8 Hartwell.
R8 14 Plus 2016, net over de 30 gelopen. Ik hoor hem al. Kijk, daar komt hij aan. Deze auto verdient, vind ik persoonlijk, een setje dikkere wielen. Gaan we eens even kijken of we een mooi set geleverd kunnen krijgen. Dennis is bezig met het compleet showroom klaarmaken van de BMW M5. De onderhoudsbeurt aan de RS4. De klauwen zijn inmiddels klaar. Miltech montage, automaat bakservice. Hier zie je dat de Miltech uitlaat inmiddels gemonteerd is. En produceert een fantastisch geluid. Dat is natuurlijk het leuke van een atmosferische V8. Vanavond op bezoek, Mees Dix en Don de Jong. En Don die komt morgen een dagje stage lopen bij ons op de zaak. We zijn even lekker eten halen. Als we hard werken moeten we ook goed eten. Dus vandaar even een bakje shawarma. En dan gaan we vanavond even lekker biertje drinken. En morgen hard aan de gang. Tenminste, dat is wat de bedoeling. Jullie praten over mannen op een landje in een vito. Fuck een bus, ik was stress, ik ga naar Lido. Ik doe mijn bivak pakken pakken, want ik wil niet in detentie. Maar Google die zit binnen, dus logisch dat ik hem zie. Kennis bellen op, zeg maar waar moet ik het heen brengen? Blauw in de buurt van Gent 5, ik die zenden. Sla je deuren in, zonder niks maar kleuren. Vind een wat die net een kleine bloed, maar die maakt ik schudden. Wat doe man, jij leeft niet te smoken, maar we stelen wie. Zie ons met een regenjas, brand dan maar een regen. En belofte maakt schuld. Dus we gaan even iets uithalen. Ik weet niet of ze heel blij van worden, maar in ieder geval wel wakker. Ik keek zo, hij alleen maar mees. Ik dacht dat ik het niet gedaan had. Goedemorgen! Ja, die twee zijn wakker. We hebben een druk programma vandaag. We gaan beginnen met RS6 van Don. Daar gaan we een beurt uitvoeren. En daarna gaan we de Miltech monteren onder de Audi R8. Eerst de RS6 van Don op de brug. Voor twee nieuwe banden. Een interne motorreiniging. Oliefilter, interieurfilter. Dus we gaan eerst aan beginnen, samen met Tom. Ja, dat klopt. Ze vinden dat ik een heel erge air heb. Rabarber, zeg ik. Rabarber. Ja. Wacht even, want ik kom hier los, hè. Ja, komt hier los. Ja. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Oké, daar komt die man, geloof ik. Ja. Pak het water even vast, dan kan hij... Er zit een krachtig pan.
Het is een karterpan. Het is een karterpan, ja. De karterpan. Deze gaan we zo meteen losdraaien en dan komt de olie eruit. Oké, okay. Als jij er dan onder gaat staan? Nou, voor de vlog? Nou, voor de vlog denk ik leuk is als jij eronder staat. Het is jouw vlog, hè? In de racerij. Ja. Dan tippen ze elk ding aan op, wat is vastgedraaid. Dus een schroef wordt natuurlijk op het moment aangedraaid. Ja. Oh, kijk, daar komt het. Hoe lang duurt dat voordat het helemaal leeg zuipelt dan? Ja, dat kun je zo meteen zien. Alleen, dat kun je zien. Dus die gaat hierin. Ja. Dat is het misschien een filter? Ja. Die is vast. Filter is vervangen. Dus dan kan die engine size. Die hebben we een petrol. Benzine. 8-cylinder. Het gaat maar ongeveer 6 uit, toch? Nee. Via de onderkant. En de rest wordt daarmee gefilterd, toch? Nee, het is in principe als je met deze motoren, bij de oude R16 V4, blijft er altijd een liter of 2-3 liter. Maar deze niet? Maar deze niet, nee. Dat is gewoon een karterpan. Dat is geen draaisum systeem, dat is gewoon een karterpan smering. Dus dan draai je gewoon die schroevenwijk die we net hebben gedaan. En dan kun je ook helemaal leven. Vuurtje aan te zetten. Het is helemaal ready. Hoe lukt dat eruit? Als het goed is gaat deze zo meteen vol lopen. Dit is de filter. Komt nog een beetje residu van het blokje. De M5 is klaar. We gaan hem zo meteen fotograferen. En dan komt hij uiteraard deze week op onze website. 600 pk, X-Drive, 2019, 15.000 kilometer, fabrieksgarantie. De 21 inch competition velgen staat hem supergoed. De splitters zijn voor ondertussen gemonteerd. Wat er nou toe? Keringen vervangen van de RS4, van het differentieel achter. Daarvoor moet nogal wat los om deze kering te kunnen vervangen. Onze F430 Ferrari gaat even een paar uurtjes mee met Autotop.nl. Die jongens hebben een YouTube kanaal van 1,8 miljoen abonnees. Een grote. Ze gaan 3 filmpjes maken over deze auto. 3 aparte filmpjes. Daar wordt deze auto in uitgelicht. En we gaan hem nu even in de werkplaats rijden, de banden op spanning zetten. Even de olie peilen voor de zekerheid en dan kan hij mee. Hij gaat op de Duitse autobaan wat kilometers maken. En ik ben benieuwd naar het resultaat. Alleen de banden gaan eraf, er komen nieuwe op, want ze zijn nog versleten.
profiel is helemaal weg. Dus er komen nieuwe zomerbanden op mijn velgen. Goed uitleg. Okay. Ja? Ja. Haak je de band omhoog? Nee. Haak heb ik al. Nu is alleen de grijningsstift. Ja? Dat is ook zwaar. Zelf hier een keer. Hop. Dat is heel veel. Hop. En hij zit erop. Wow! En er komt er nog één, hè? Komt er nog één? Let op. We bepalen eerst de plek van plakken. Gaan we daar plakken. Dit is dus de doorsnee van de velg. Hier gaan we plakken en daar gaan we plakken. Dus? Maar plakken, wat ga je plakken? Lood. Oh, lood voor balanceren, ja. Die loodjes die helpen bij de balans. Hoeveel komen er op? 3 meter los. Dat kun je zo zien. Kijk, we doen hem eerst. Een beetje de velg? Bouwmoeder op doen. Ja, wat? De kartenpan. De kartenpan, goed zo. Deze. Die gaan we aandraaien met 25 en heb. Staat hij daar al op? Ja, hij is te doen. Als je dit niet stoppen. De camera heeft moeite om het. Zo. Dat is hem. Ja. Kan hij weer ongeveer 50 kilometer mee? Ja, en dan gaan we zo meteen de bodemplaten eronder schroeven. Ja. Dat mag jij maar doen. Dan schroeven we die erop, laat de auto zakken en dan gaan we vullen met olie. Oké. Okay. De eerste keer dat onze handen vies maakt. Ik heb jou vaak genoeg aangeraakt. Oh! Hij zet hem ook En als dank voor deze stagedag en alle uitleg, krijg ik een mooie muts. Een sombrero. Ja, doe je vandaag nog iets. Ja, in het begin is gewoon heel veel kijken, want ja, ik kan wel dingen gaan doen, maar als ik het fout doe, ja, je kan het niet snel opnieuw doen. Kijk, staan met die sombrero. Hij draait... Gemakkelijk, hè? Boem, boem, en hij los. Boem, boem. Let op, hè. Dat is die. Moet je daar voor als je gaat editen, moet je wel even de muziek eronder zetten waar we gisteravond de bar hadden. Dat John gewoon zo werkt. Nee, dat noemen ze werkkleding. Daar zit waarschijnlijk een stalen punt in. Ook de RS4 hangt aan de interne motorreddingsmachine van Dynamic Flush. Daarna volgt uiteraard de olieservice. Deze gaat zo verschrikkelijk dik worden. De laatste puntjes op die van de BMW M5. Een flink project geweest. Het einde is in zicht. Begin volgende week gaan we leveren. Waar moet ik staan? John gaat even de standaard R8 laten horen. Standaard uitlaat. Mooi. Maar het wordt nog veel mooier. Hey John, klinkt goed, maar het kan een stuk minder braaf. Het klinkt redelijk, hè? Het klinkt redelijk, zegt hij. Met zo'n Miltrek eronder, ja, dat wordt echt knallen. Ja. Zo'n turboloze motor met een andere uitlaat erop.
Dat is echt een wereld van verschil, maar dat kon je al horen bij die RS4, hè? Ja. Een beetje hetzelfde idee qua motorisering. En die klinkt ook zo fantastisch. Ja, laten we maar beginnen. Wisselen van de R8 uitlaat, vrij veel werk. Heel zijn bips moet eraf. Daar hebben we even een korte timelapse van gemaakt. En nu de uitlaat er toch af lag, hebben we ook meteen de stabilisatorrubbers gedaan. Wat was het gezellig, maar aan al het mooie komt het eind. De jongens gaan weer naar huis toe. Krijgen we weer een beetje rust. Bedankt John en vergeet niet te abonneren. Op wat? Op John rijdt cake op de week. Goed zo jongen. Mees. Mazzel jongen. Houden we. Houden we. Dan nu tijd om die prachtige maagdelijk witte BMW M5 op de gevoelige plaat te leggen, te zetten. We gaan hem meteen online gooien. Alle mooie details fotograferen. Wat een dikke auto, maar dat heb ik al misschien te veel gezegd. Hij is echt vet. Deze leeftijd reed ik met een fietskar door het dorp. En dit is de nieuwe generatie autoliefhebbers. Prachtig. Don de Jong op bezoek geweest. Een zware avond gehad. Dan zie je hem nu rechtop slapen op de bureaustoel en nu wakker schieten. Hier Miltec montage voor gevorderden. R8, Miltec ook leverbaar. Mooi project. Erg veel werk. Achterkant compleet kaal. Hadden we gelukkig al eens eerder gedaan in verband met het vervangen van een koppeling van de Airtronic. Ongeveer wisten we hoe het zat. De originele demper. Een onwijs groot ding. Dempt dus ook onwijs veel geluid. Deze geen kleppen. Significant kleiner. Ik ben benieuwd hoe die gaat brullen zometeen. Een korte timelapse van het monteren van de Miltec. Gaat toch stiekem best veel tijd in zitten. De chrome delete aan de Audi RS4. De matzwarte dakreling hooglands zwart geplakt. En de raamlijsten ook chrome delete. Nieuwe originele grill gemonteerd, zwart logo, Risla blauw RS4 logo. De mooie hooglandzwarte 20 inch originele velgen gepoederkoot. En de blauwe Risla blauwe remklauwen. Deze bus komt volgende week ook onze kant op. En hier gaat de RS6, de Beast, na een verse goede service. Daarvan hebben we de motor natuurlijk gewisseld, dat hebben jullie gezien. En na 1000 kilometer nieuwe olie erop. Stukje Britse nostalgie weer bij ons op bezoek. De MGTF is terug voor wat garantiewerkzaamheden. Probleempje met het interval van de ruitenwisser. Die zou niet goed werken. Zoals je ziet hebben we de basismodule. Zit onder het dashboard verstopt, hebben we uitgebouwd.
En die basismodule bevat een intervalrelais. Een relais wil vaak stuk gaan, omdat de interval simpelweg niet werkt. Dit is de basismodule. Die hebben we geopend. Daar zit een relais op. Betreft dit vierde relais. Inmiddels al een nieuwe wat we geplaatst hebben. Dit is het oude. Klein relaisje. Verder niks aan zien. Maar is inwendig stuk. Hebben we nu opgesoldeerd. En nu zou de interval weer moeten werken. Wat zijn we aan het doen? Een paar mooie auto's buiten aan het zetten. De zon schijnt. We gaan een paar foto's schieten. Voor de header van onze YouTube pagina. We hebben nu natuurlijk een foto van ons panda staan. Zonder auto's. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus we gaan even mooie foto's schieten die we gaan gebruiken in de nieuwe header van onze pagina. Er is vier inmiddels klaar. De naafkapjes moeten nog gedaan worden, die worden zwart gerept. Miltek uitlaat, waarschijnlijk een van de eerste die ze ooit gemaakt hebben, maar bewijst wel dat het kwalitatief goed spul is. Na meer dan 15 jaar is het RVS nog steeds in perfecte conditie. Wellicht een nieuwe klant op bezoek, die had wat vragen omtrent de remmerij van deze prachtige blauwe RS6. De fotoshoot van de Audi Q5 3 liter V6 TDI uit 2018. Quattro aandrijving, chrome delete, 21 inch performance gemonteerd. Prachtige auto. 60.000 kilometer gelopen. Die mooie stitching in het leer. Virtuele cockpit. Camera's, ACC, sight assist, lane assist. Elektrische trekhaak. Privacyglas. De verkochte BMW 540i sedan uit 2017 zijn we aflevering klaar aan het maken. Deze auto is verkocht. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit het nieuwe logo worden van Rijd Cake op de Week. Cake op de Week, powered by Rijd. Dit gaan we gebruiken op het logo. Het afleveren van de Audi RS3 sedan. We hebben nog een paar mooie wielen gebracht, die moeten we nog opnieuw gaan opknappen. En het is vrijdag, weer een nieuwe dag. Staat weer lekker vol. Ondertussen is een RS6 uit België gearriveerd. Er is een RS5 uit België gearriveerd. Toevallig allebei op één dag. Dit is de RS6. Die heeft een rammeltje in de Miltek uitlaatzetter. Dus die gaan we vervangen. Dat is gewoon garantie. En gelijk een olieservice uitvoeren. Onder de RS5. Ook weer een atmosferische RS5. Daar wordt ook een Miltek systeem onder gepaasd. Deze wagen hebben wij een tijdje geleden geleverd. Erg toevallig dat er twee auto's in België staan. Wat ik al zei, tevens de olieservice aan deze RS6. En volgende week komt deze auto nog terug voor het plaatsen van nieuwe bougies en bobines. De oude tussenhaakjes Miltek en de nieuwe demper. De klep die gaf wat irritanter. Trillingen, wat storing, dus daar moet een nieuwe uitlaat onder.
inmiddels gemonteerd. Testritje gemaakt en het probleem is gelukkig opgelost. Onderweg in de R8 V10 Plus. 610 pk. Fantastisch dikke auto. Daytona grijs. Veel carbon. Exterieur, interieur en motorruimte. Blijft super zo'n auto. Ja, nu onderweg naar het ziekenhuis. Mijn vader die krijgt zo meteen weer een uitslag. Hij heeft afgelopen maandag een scan gehad. En die is nu voor de tweede keer ziek, een jaar of 10 geleden ook. En nu heeft hij een andere vorm van kanker teruggekregen. Dus afgelopen maandag weer een scan gehad en zo meteen de uitslag. Telkens is er weer buikpijn. Erg spannend wat we te horen krijgen. Het is vrij rustig met zijn nierkanker. Alleen hij heeft heel erg veel pijn aan zijn benen. Dus we weten eigenlijk niet precies waar dat vandaan komt. Nou, we hopen zo meteen maar weer op goed nieuws. En dat ze hopelijk iets kunnen doen aan de pijn. Dus ik ga hem nu even parkeren. En fingers crossed. Ondertussen gaat het op de zaak natuurlijk gewoon door. De eerste soundcheck van de R8. Bentley, niet echt mijn favoriet. Toch met een heel ander gevoel weer in de R8. Net de uitslag gehad van mijn vader, alles is nog steeds stabiel. Neemt niet weg dat hij nog verschrikkelijk veel pijn heeft. Daar gaan ze volgende week weer iets aan doen, bij het pijnteam. Maar verder is alles gelukkig stabiel. Dus dat is een hele grote opluchting. Gaan we nu vlug naar de zaak en weer gas erop, want het is stervensdruk en er moet nog veel af voor het weekend. Dus erg opgelucht. Zojuist de Miltek gemonteerd onder de RS5. Non-resonated. We moeten nu even de RS4 op kunnen halen. Dus we gaan hem even testen. De Audi RS4 is weer uitgelijnd, die kan weer mee naar de zaak en dan gaan we hem poetsen binnen buitenkant en morgen afleveren aan de gelukkige eigenaar.
het plaatsen van een Hoogland Zwart RS5 logo op de achterklep. Op wens van de klant. Ook het voorste logo moeten we dan gaan vervangen. Dennis, loop eens even mee. We zien hier iemand in de showroom staan. Een bekend gezicht. Niemand minder dan Sjoerd van Bilzen. Hey. Goedendag meneer Van der Rijt. Wat brengt u hier? Behalve de auto. Ja, auto's hè. Ja. Lekker benzine snuiven. Leuk. Genieten van auto's. En ik wist ook gezegd niet dat je zo'n mooie collectie had. Anders was ik natuurlijk al eerder gekomen en had ik zelfs een cameraman meegenomen. Ja. Want ja, dit zijn gewoon echt liefhebbers. Uit de hand gelopen hobby, hè? Ja? Ja. Ja, geweldig. Ja. Chapeau ervoor. Ja, het is allemaal 80, 90 jaren waar je staat. Ja. En die heb ik in de loop der jaren een beetje verzameld. En nog op zoek naar een paar leuke modellen uiteraard. Het is nooit genoeg natuurlijk, maar ja, dat gaat wel erg leuk. Ja. En wat leuk is een brede mix. Ja. Gewoon een 205 ja, CT. Ja, Duits, Frans, dat ja. Staat er allemaal. Ja, ik heb zeker wel een hele grote hobby in het Renault gebeuren. Mijn ouders reden altijd Frans en daar komt het ook vaak dan vandaan. Hè. Dus Renault 5 Turbo, de GT Turbo's. De 205, origineel, hè? Ja, de fase 1, de fase 2. Ja. Hier staat de Clio Williams. De fase 1,5. Boven staat een Clio 36 van 1995. 1.9 GTI. Ja, M3, Z3 MCoupé, M3 E30. De RS4 van 2001. Ja. Dus ja, natuurlijk de Golf Rally. Ook wel een icoon, hè? Absoluut, een bijzondere auto. Ja, leuk. Een Zweedse aflevering worden gemaakt. En ja, de auto is met zo'n bijzonder verhaal. Ja. Limited edition uiteraard. Ja. Ja. Homologatie, special met een aangepaste motor. Destijds peperduur, daarom ook relatief weinig van gemaakt. Bijna niet verkocht, nee. Nee. Komt op D1 te staan, deze auto. Ook wel een leuk weetje. Ja. Hè? Maar zullen we eens een keer iets gaan doen? Ja, ik kom binnenkort terug en neem ik een cameraman mee. Ja. Dan lopen we gewoon even door de show heen. En dan vertellen de autoliefhebbers even wat bij over bijvoorbeeld zo'n M-coupé, wat een heel bijzondere auto is. Ja. En natuurlijk ook over de Williams, hè. Dat is prachtig ontwerp. Dus, toen ik een jaar of 20 was het in mijn droomauto. Ja. Ik zag hem voor de eerste keer staan in Zandvoort. Dus niet op het circuit, maar gewoon in de stad Zandvoort. Daar stond dat ding. En ik reed toen een Ford Escort XR3i. Ja. XR3 niet. Zou ik er niet boven staan? Ja, boven staat er eentje. Maar toen heb ik tegen zijn zijruit alleen een kwijder. En die blauwe accenten, denk ik, ja, dit moet die keer worden. Dan ben ik mij echt kapot gaan werken over zijn auto. Maar die kostte toen de tijd 45.000 gulden. Ja. 50.000 gulden gebruikt. En toen ben ik uiteindelijk uitgekomen op een Clio 16-letter. In principe dezelfde auto. Ook die bult erop, ook die kunststof schermpjes. Ja. Die hadden, was dan een 1800 in plaats van een 2 liter. Maar ja, goed, daar was ik natuurlijk super blij mee. En jaren later, in 2007, ruilde ik in Williams in en die is nooit meer weggegaan. Ja. Ja. De liefhebbers van deze auto die lagen destijds in slaapzakken voor de deur bij Renault Nederland. Ja? Maar dat is een van de eerste de auto te kunnen bemachtigen. Ja. Ja. En de folder van die auto die heb ik natuurlijk in mijn verzamelingen, verzamel auto's. Ik heb hem ook, ja. Met Frank Williams erop. Ja. En daarvoor ben ik op de fiets. Ik denk dat ik 20 kilometer heb gefietst naar de Renault dealer om te vragen of ze hadden. En gelukkig hadden ze hem. Ja. Dus ik was niet voor niks gegaan. Ja. Dus. Hij heel bijzonder auto, mooie kleurcombinatie. Maar ik zag ook al een leuke auto voor Peters proefrit. Dus ik zou het ook aan Peter doorgeven van. Dat kan. Welke? Staat boven een hele mooie rode 3 compact. 323. Dan gaan we even kijken. Even kijken. Ja, maar vast laten zien. Ja, hier is de Escort wat we net over hadden. Ja. Mijn eerste auto was een Escort XR3. Wat ik al zei, een niet. Dus dat wil zeggen een carburateur versie. Dit is de XR3i uit 1983. Compleet gerestaureerd. Ja. Heel mooi. Toen kon dat, hè? Ja. Mooi. En de kleur wit staat hem ook heel goed. Ja. Ja, de harde kunststof dashboard. Dat klopt. Gewoon één groot blok. Eigenlijk wel een soort van blok beton. Het was in principe ja, de kleur. Met dit soort auto's heb je niet meer echt een keuze qua kleur. Je moet kopen wat het mooiste is en wat er wordt aangeboden. En dit is natuurlijk een witte. Ja, ik had zelf een zilvergrijze. En ook als je hieronder kijkt, kijk. Alles hebben we compleet nieuw gemaakt. Ja. Dat hebben we compleet in elkaar gehad, compleet nieuw opgebouwd.
Er zijn onderdelen uit, deze is uit Italië gekomen, dit strip is uit Frankrijk gekomen, die strip is weer uit Portugal gekomen en zo heb ik alles bij elkaar gesprokkeld. Heel veel delen van een bedrijf in Oostenrijk, die hebben best veel liggen, daar heb ik de achterlichting gehaald en noem maar op. De jongen hier uit Nederland, die heeft heel veel, Dennis Schouwmans, die heeft heel veel spullen liggen van een escort. Dus zo zijn we helemaal opgebouwd, ja. Maar zo hebben ze hem in de fabriek nog nooit gezien, hè? Nee. Waarschijnlijk mooi als toen hij in 1983 uit de zon kwam, of uit de fabriek kwam gewoon. Ja. Maar dit is die 3-3 compact. Waar we het over hadden. De 323 Ti. Ja. Een dikke 6 cilinder en een kleine BMW. Destijds je topmodel van die compacte reeks. 150.000 kilometer lopen. Ik heb die auto ingeruild van een man, die is 74 jaar oud. Ja. En 1 MQP gekocht hier, Valencia Orange. En die hadden deze auto in. Die man die heeft heel zijn leven bij BMW gewerkt als monteur. Komt op een gegeven moment een keer in de showroom gelopen, stond deze wagen te koop. En die heeft hij gekocht nieuw. Ja. En hij heeft er alleen al mee gereden als er ook was. Ja. En daarnaast had hij nog een Micraatje of een Swiftje of zo. En die auto is van binnen en van buiten fonkelnieuw. Ja. Fonkelnieuw. Ja. En inderdaad, er zijn er heel weinig van verkocht. Het was niet de mooiste BMW 3-serie variant, nee. Maar maar goed, des te unieker. We praten over een BMW Z3 MQP. Die is gewoon mooi, mooie volledigheid. Uit zo'n beneden. Ja. Maar die is een van mijn favorieten. Maar heel bijzonder, ik vind hem fantastisch. Want het is eigenlijk een lelijke auto. Ja, de clown shoe wordt hij genoemd. Maar ik vind dat shooting brake design vind ik zo mooi van die auto. Ja, ik vind hem heel mooi. Ja. Maar deze, als ik het goed begrepen heb, die wilden de ontwerpers gaan produceren, gaan tekenen, maar dat mocht niet van BMW. En toen hebben ze in hun eigen tijd, onder in de kelder van BMW, hebben ze die auto getekend. Ja, en ja. Maar ze hebben hem zo gemaakt, er bestaat een shoot 2'tjes van. Ja. Ze hebben in hun vrije tijd hebben ze die auto gemaakt. En dat hebben ze echt gedaan met tentdoek en met tentstokken. Ja. Hebben ze er een shooting brake van gemaakt, een coupé. Ja. En daarna hebben ze hem pas aan het management laten zien. Ja. En toen zeiden ze van, er is helemaal geen markt voor die auto. En uiteindelijk hebben ze die auto toch erin gedrukt. Ja. Zoveel zijn die niet van gemaakt. Maar BMW had wel gelijk. Want hij verkocht voor een meter. Nee, maar ik zag gisteren toevallig eentje op de A2 rijden. En dan toch denk je van, Z3 coupé. Nou, wel gaaf. Ja. Maar leuk, hè? Dan kom ik een keer met heel veel bubbels deze kant op. En dan gaan we deze eens een keer in de zonnetje zetten. Absoluut. Verdient hij misschien wel. Nou, dit doet Peter van Peter Schoenfried. Ja. En dan praat ik de kijkers van Autovisie bij over wat hij allemaal voor moois te zien staat. En wat zo bijzonder is. Ja. Nou, super. Dat is goed. Binnenkort. Ja, zeker. Yes? Dankjewel. Ik heb je dat voor ons, hoor. Ja, geen probleem. Het spuiten van de bestuurdersstoel van de BMW M5 E39. De laatste loodjes. Een proefrit met de BMW 550 V8 zonder inruil. 2017, 15.000 kilometer gelopen. Horen we morgen BMW van... X5M bij ons binnen op de vrijdagmiddag voor een dynamic flush behandeling. Infuus inmiddels aangesloten. Nu aan het vullen met de reinigingsolie. Gaat hij zo meteen een klein uurtje lopen op de olie. Dan tappen we alles weer af. Vers oliefilter. En deze variant gaan we dan afvullen met de Castrol 10W60 motorsportolie. Thank you.
laatste loodjes voor de Audi RS4. Binnenkort komt hij nog een keer terug voor 20 inch Vossen. De raamlijst hebben we zwart gemaakt. Velgen Hoogland zwart. Klauwen Risla blauw. Nieuwe winterbanden gemonteerd, hooglandzwarte grill geplaatst in de voorbumper, zwarte ringen, Risla blauw RS4, dakreling hooglandzwart gemaakt, een automaatbak service gehad, interne motorreiniging heeft hij gehad, nieuwe motorolie, nieuwe filters, kortom een hele lijst. We gaan zo meteen nog even het achterlogo plaatsen, de ringen en het blauwe Risla blauwe RS4 logo. En dan staat hij klaar om morgen afgeleverd te worden. We hebben een nieuwe gadget, daar is Erwin volop mee bezig. Dus achteruit. Werkt fantastisch, Erwin. Dat werkt echt goed. Is ook goed voor de rug en zo, hè? Dan hoef je niet meer in en uit te stappen. Ideaal, moet wel goed kijken waar je rijdt, hè? Ja. Waar je rijdt, Nederlands, John. Er zit geen camera op, dat is wel lastig. Nee. Werkt echt fantastisch, hoor. Ja. Zo. Kun je elkaar zitten nou of niet? Ja, oh ja. Ja. Of zat erbij. Ja. Fantastisch, man. Goed. Nog één keer dan. Hij staat klaar om afgeleverd te worden. Wat is hij super dik geworden. Binnenkort meer. Dan gaan we de Vossenwielen nog monteren. De Audi R8 wordt nu afgeleverd met nieuw Miltec uitlaatsysteem. Een wel hele drukke zaterdag. Net een proefrit gehad met de M550i. Nu een proefrit met de RS6 Nardo Grijs. Inruil van een 991 uit 2014. Ook mensen interesse in de BMW M5 met inruil van deze 540 uit 2018. En klanten met deze superdikke C63S AMG. Onze vaste traditie, we gaan de week sfeervol afsluiten. Ja, was weer een drukke week. Maar het is allemaal gelukt. Proost. 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 Salut, Lucas. Proost. Fijn weekend. Fijn weekend. Het zit er alweer op, aflevering 53. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet ook niet om je gratis te abonneren op ons YouTube-kanaal. Onder even op de rode knop drukken. Belletje aanzetten en je wordt automatisch op de hoogte gehouden bij het plaatsen van nieuwe content. Verder, ja, daar komen we leuke dingen aan. Sjoerd van Milsen die gaat zijn camerateam sturen en er wordt een mooie youngtimer van ons in het zonnetje gezet. We hebben officieel akkoord gegeven op day one. Daar gaan wij ook staan met een stand van 150 vierkante meter. Op die stand, wij staan in de Hall of Fame. De leukste hal, waarschijnlijk. Wij gaan er staan met een paar snoepjes bij ons uit de winkel. En we gaan een paar van onze youngtimers meenemen. Dus daarover ook meer. We hebben natuurlijk nog steeds deze kalender, nog steeds. Vorige week heb ik deze aan jullie gepresenteerd en laten zien. Kun je terugzien in de vorige vlog. We hebben er nu niet zo'n hele lange tijd aan gehangen. Maar 2 weken, omdat de meeste van jullie net zoveel geduld hebben.
als ikzelf. Dus volgende week maken we bekend wie de gelukkige winnaar is van die supermooie Red Bull Max Verstappen kalender van Mobile One. Ik zou zeggen, fijn weekend en ik zie jullie heel graag volgende week weer terug.